God ten goede, ik heb geen foto van de man. Dit is spontaan. Hallo. Moet ik zeggen, hoofdinspecteur of inspecteur Kensmel? Inspecteur Kensmel. Oké, welkom. U bent in de uitzending. Ja, Mr. Limbo. Helaas, mijn foto vier voor de maatschappij, hoe je eruit ziet. Maar ja, we zijn in een kleine gemeenschap, dus mensen zouden wel weten tot wie ik praat. Wat is er aan de hand? Laten we dat open. Ja, wat is er aan de hand? Want we hebben een bericht gelezen dat een paar politiemannen niet eens zijn met wat tijdens de ALV gebeurd is. En jullie willen niet staken. Vertel, Samsa precies. Nee, nou... Ik moest denken, jongen, dat ik wanneer besluit tegen naar ALV, waar een groot deel, ja, of een representatief deel van het korps niet bij aanwezig was. En een paar, een groot deel recruten en een paar jonge, onbestonnen politiemannen, die hebben een besluit genomen. En geplaatst op het bord van de voorzitter om het vertrouwen in de minister van Justitie en Politie om dat op te zeggen. Maar zijn de recruten ook lid van de bond? Ik word je een beetje ver. De recruten, maken zij ook deel uit van de bond? Ja, ze zullen ook al leden zijn. Het is gebruikt dat tijdens of kort na de introductieperiode, dat de recruten ook toetreden tot de bond. Ja, dus we praten over bondsleden. Maar waar het om gaat, wat een beetje kwaad doet die succes, is dat de mensen die het besluit hebben genomen vaak genoeg heel jong, onbezonnen mensen zijn. Wat is het niveau waarop de mensen werken om te kunnen praten over vertrouwen opzeggen in de minister? Ik bedoel, dat dingen. Ja, ik. Nee, maar zodra de man al het vakbond, dan mogen ze toch? Dan mag dat toch? Ja, dus luister. Dat is inderdaad zo, maar naar ik mij heb laten vertellen, waren er plus minus een 80 zoveel mensen daar. En die organisatie bestaat uit 2000 of meer dan 2000 man. Ja, er is geen enquête gehouden, er is gewoon niks gedaan om gewoon zo het besluit te nemen. Dus wij verzetten ons er tegen. Om verschillende redenen. Ja, we zeggen, geef de minister de ruimte om zijn ding te doen. Ja, maar ik hoor al langer dan een jaar, anderhalf in alle gesprekken. Niet alleen hier op Lim, trouwens, we zijn er maar 5 maanden. Maar ik heb de bondsleden vaker horen klagen. En dan nooit mij klagen over aan minister dat hij zaken niet echt in versnelling kan brengen, kan zetten. Dus ook wat dat stuk betreft. We leven in Suriname, allemaal een Oesaba situatie, waar is Suriname op dit moment verkeerd. Ja, maar vanwege uiteenlopende redenen, ja, is dit alleen het besluit, ja, of de gedachte van Kensmel van belang, maar evenzeer de gedachte van vele anderen die bijeen zijn gekomen en hebben gezegd nee. Wij stellen het voorlopig niet op prijs. Ja, dat het bestuur zo'n zwaarwichtig besluit wil gaan nemen en het gaan voorleggen aan de president. Ja, wij zeggen, geef de man de ruimte om zijn ding te doen. We kennen de situatie in Suriname. Geef de man de ruimte. Ja, na pushaman. Ja, we leggen wat vuur aan de schenen om een beetje harder te werken. En het komt automatisch. Ja. Ja, dus dat is dat heel ding. En wat jij nu zegt, je vertolkt niet de mening van de meerderheid? Alle regio's van het Korps Politie Suriname. Kom eens stellen, een vraag. Dus, if a politiebond taggie, we gaan in actie.
Dan kan die groep van jou garanderen dat UNO-viering het zal niet merkbaar zijn? Luister nou. Die, als op dit moment, wij gaan geen weddenschap aan met de politiebond. Of met het bestuur van de Surinaamse politiebond over het wel of niet in actie gaan. Ze mogen dat doen. Ik ben zelf ook lid van het bestuur. Of wij zijn, grote delen zijn ook lid van, zijn ook lid van de bond. Echter zeggen wij, indien het nodig is dat wij als officieren die werkzaamheden moeten gaan uitvoeren van die manschappen, om die basispolitiezorg te kunnen garanderen, gaan wij dat doen. Dus die vraag heb ik je gesteld, toch? Dus het zal niet merkbaar zijn dat de politie... wat zei je? Ja, dus als het bestuur van de Surinaamse politiebond het besluit neemt om in actie te gaan, wij komen daar niet aan, is het besluit van de besluit van het bestuur. Waar wij, ja, het enige dat wij zeggen, dat is de afspraak die al gemaakt is. Indien de jongeren besluiten in actie te gaan, gaan wij het werk wel voortzetten. Want de... Dus jullie kunnen de orde en de rust garanderen als de bond in actie gaat? Laten we een proef op de som nemen. Zo simpel is dat. Laten we een proef op de som nemen. Dat zullen we wel zien. Milton, ik kan je zien. Ik ken je langer dan vandaag. Eigenlijk is op alles goed, man. Maar Arkino, ik denk even hardop na. Is dit dan niet een... Hoe zeg je dat? Ik wil dat goed zeggen. Geef je dan hiermee niet meer munitie aan de overheid? Ik zeg niet eens regering, aan de werkgever. Om te tornen met de belangen. Want if de mannen bond en die mannen komen op voor de belangen van de leden. Dan kan die want toe maar eens sluipen dat je lukt naar werkgever. De mannen bond, je maar toch niet waar ook. Is het... Ja, ik wil je wel... Ik weet niet hoe ik er tegenaan moet kijken. Ben je niet bezig je eigen bond te ondergraven? Je eigen kracht als politiebond te ondergraven? Want je zegt zelf, ik ben lid van de bond. We zijn ons ervan bewust dat het in dat licht bekeken zou worden. Ja. We zijn ons ervan bewust. Die bond zullen, het bondsbestuur zullen we te alle tijden blijven ondersteunen. Of we zullen het bondsbestuur te alle tijden blijven ondersteunen. Maar het bondsbestuur heeft ook een taak. De meest voorname taak is dat wij die samenleving moeten vormen. Dat is de taak, het Corps van Suriname heeft een taak om die samenleving te vormen. Nu zeg ik, hoe kan Fitty, want iedere politieman moet het bondsbestuur van 2016, waarin ik zelf zat, dankbaar zijn, want... Dankzij de inspanningen van dat bondsbestuur zijn politiemannen niet in een benode situatie als overige ambtenaren. De bedoeling is nimmer geweest om het huidige bondsbestuur te ondergraven. Nee. We hebben slechts een verantwoordelijkheid. Een verantwoordelijkheid als Corps Politie Suriname om alles in het werk te stellen om die veiligheid te kunnen garanderen. We begrijpen. Ja, er zijn genoeg wegen die naar Rome leiden. Ja, vandaag, als u nu uw televisie aanschakelt en kijkt naar Magazine 4, zult u zien dat overige bondvoorzitters ook bij de vicepresident aanwezig waren. Wie was bij de vicepresident? En dat is duidelijk aangegeven. Wij maken uw zaken in orde. Hallo, wie was bij de vicepresident? De overige bondsbesturen vallen onder het ministerie van Justitie en Politie. Ja, wij hebben een gezamenlijke taak, mijn broeder. Die samenleving kijkt naar ons op. Fitty boom. Want... Als ik enkele minuten terug ga in dit gesprek, u kent mij langer dan de dag van vandaag. We zijn samen opgegroeid. City boom. Maar tegenkomt, je moet ik ook bedenken, de strategie ook toe. Niet alles gaat er één keer lukken, toch niet, brada. Goed eerlijk, we hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Kodo, sa omus voedo. Ano altijd
ano tranga e chakoga pe ala lisi. Maar mosteli wan vraag. Ja, mi brada. En je klik feit dat je dat, uno na project ma usabu serefi. Ja. En dan kan je te mistel je vraag dat je mik bedang aan het programma je bel me dat klif in op een kastel, maar vraag dat die aan publiek toch. Maar hoe mostel je vraag wel? Dus mi hoop dat ik heb ik in een taboe. Want je weet, we zijn in een kleine gemeenschap. En ik las dat bericht ergens volgens mij op een waterkant, Kansi en zijn groep. En het is, ik heb begrepen, de man moest kiezen kan op eten, die officieren, of althans die groep van jou, ik weet niet echt. Je weet, je gaat nooit iets volledig horen. Aha. En daarom vraag ik op de man af, als dat speelt. De man dacht, Kansi moest kiezen kan op eten, dus die man gaat alles aan doen. Die man gaat alles aan doen om in een goed blaadje te staan daar bij die werkgever. Ana trobi. Takangami. Lukono, Cliff. Alhoewel dat voor mij persoonlijk en voor vele andere officieren van belang is. Ja. Met tegen jou, het is van belang. Hebben wij dat niet vooropgesteld. Je moet alleen maar even nagaan. If you puro a minister die de. Dat te aan jouw minister komt. En dan nog mooier. Want if mama eta gita kyo da kens me muskis dit was der. In de data. Kens me nanga omen traman wan den koma de ster. Baka di traman kis den ster kaba. Da di de man kis den ster. Of de man kis den moro heerang. Wat is het gevolg? Wat is het gevolg in Suriname? Je hebt toch zelfs aan minister? Dus mina trobis as nou ataki. Ik ben politieofficier. Ik heb een verantwoordelijkheid. Die ster is voor een ieder van belang. Maar onze verantwoordelijkheid stellen wij voorop. Als ster ik kom. Ota ik kom. De minister des opvaringen, president. Dan zullen die bevorderingen plaatsvinden. Onze verantwoordelijkheid stellen wij voorop. Oké, okay, maar dan. Ik was aan mijn begrijp dit toe. Je zegt. Bijna toe de soeman in naar korps, toch? Ben je er nog? Ja, ik ben er. En je zei daarnet, volgens mij, om mijn man beter op in naar vergaan in 80 en zo. Waar waren dan de overige mensen? Want als iedereen aanwezig was, dan kon je tegenwicht gegeven hebben aan die 80 mensen, toch? Dus luister nog, Cliff. Ik zoek de fout ook een beetje bij mezelf. Oké. Okay. Ik heb laat gehoord over die bondsvergadering. En ik praat over mezelf. Ik kan niet praten voor. Ik zal geen spreekbuis zijn voor anderen. Ik persoonlijk heb het laatst gehoord. Alhoewel ik bondslid ben, ik zit niet in die appgroepen. Ja, van het bondsbestuur. Waardoor ik die uitnodiging niet heb gehad. En als ik had geweten, ja, wat er allemaal speelde, natuurlijk, dat zouden we toch moeite doen om aanwezig te zijn of om ons tenminste te laten vertegenwoordigen. Maar ik wist het gewoon niet, eerlijk, ik wist het niet. Maar heeft Misabi dat van je nog aan, Sabi? Maar nog school doet dan, Sabi? Dus, Arginomi, brada. Isabi, je hebt 20.000 soorten bezigheden te doen op. En Ik geef het eerlijk toe, mijn broer. Ik hoorde wel dat er een bondsvergadering zou zijn vorige week. Dus op een gegeven moment, mijn broer, dat bonus is aan juiste dag. Want mijn beheer voor aanstaande donderdag, Tamara donderdag. Plus, mijn beheer dat ik vergadering hoor, is dit, dinsdag. Dus, voor mij geldt maar één ding. En dat mijn actie alles koot ook toe. Kan je nou te met taki? Je avontus koot die otage dat je ontak. Ja, maar van Kensi. Ja, maar van inspecteur Kensmel. Voor mij is maar één ding van belang. Mitrefi no abnieuw kroosi. Want deel voor mij PSU. Na mise pepai. Terwijl dat het niet moet zijn. Het is de taak van de overheid om ervoor te zorgen dat we goed gekleed gaan. Maar omdat overheid normaal voldoet in
ruime mate op dit moment. Betekent het dat ik mijn plicht moet gaan verstaken? Maar durf je te zeggen dat Amoxie een goede job doet? Is hij een goede minister? Dus Archimie. Het over het oordeel of hij nou goed is of als hij niet goed is. Laat je voor de president. Ik kan mij daarover uitspreken. Maar uit discipline, het dwingt me. Voor mij ook een bespreek met meerdere zorg in het openbaar. We hebben wel reden om de man te ondersteunen. En de vicepresident vandaag te vragen. Deze man, of in samenspraak met de president. Deze minister de gelegenheid te geven om zijn werkzaamheden voort te zetten. Dus Utagi, VP, tak VP, unom lusamang. In ieder geval, we hebben de vicepresident gevraagd om de minister te behouden. Maar Kensi, ik ga je weer een vervelende vraag stellen. Ja. Aan de andere kant ben je wel concurrent van deze jongens in de bond. Hè? Dat zei ik aan het begin ook. Want je had een aparte lijst, nou, je hebt meegedaan aan de verkiezingen, ja toch? Ja, wel meegedaan aan de verkiezingen. Je hebt meegedaan aan de verkiezingen, de Mawina-verkiezing. In Suriname hebben we dus wel een traditie. Overal, dwars door de hele linie in Suriname, hebben we een traditie. Dat if Mawina-verkiezing voor jou, toch was het een sfeer van animositeit en tang. En dat eerlijkheidshalve moeten laten we wel zeggen, dat is in het korps nog steeds. Dus blijkbaar, en je zal me corrigeren, blijkbaar zeg je van, ay, mijn vinoang, waarom heb je te voet skop ding? Laat me zeggen. Mijn kardeman, We zijn allemaal politieofficieren. Twee van ze zijn politiehogere officieren. En met mijn tegi. Tot volgens mij vorige week nog. Vorige week als ik het goed heb. Of tot volgens mij vorige week. Mijn hoofdinspecteur Hellings. Hoe we op bank vallig mooi gesprek. Bij allemaal doe me een voorstel schrijf. Je hebt vallig mooi voorstel. Ja, meneer gentleman, atopai. Ja, en ja, in ieder geval, mijn naam is Atompai. Ook een afgezameld naar minister. Ik heb het aan het toe, beleidsstory. Dus animositeit, ja, nee, onder dit atapani voor dat moro. Die andere groep heeft gewonnen. We geven ze credit, met dit doet dit aan. Alleen besluiten die je, bepaalde zwaarwichtige besluiten die je neemt, kan je niet overlaten aan een groep. Dat zijn zij wel op de vergadering. Maar, Gooi een week er tegenaan, maak het onderwerp bespreekbaar. Vier loepen vaak trouwens het denk je in een korps, voordat je die samenleving gaat opzadelen met een dergelijk besluit. Want het is een zwaarwichtig besluit, die brada. Ja. Daar gaat het bij ons om. Kan ik zeggen, Kensi, is dat mijn bagaanatorie deed dat ik me verfirma, zo lees je. Men stel wel een hinderlijk vraag. Maar wie mag stel soort vraag mee wanneer het lucht aan de persoon om te antwoorden. Hè? Dus dat met je maar altijd. Jij bent meester van je eigen antwoord. Maar kan ik zeggen, Kensi. Kan ik zeggen dat het de politiek weer gelukt is om dat systeem van verdeel en heers toe te passen? Mijn broer, luister. Met die tegen. Dat gedeelte van de politiek. Ik heb slechts politiek. Is dat oefloramang? Ja, uno dan een bepaalde tani. Wat voor mij van belang is, ik ga het herhalen. Naar verantwoordelijkheid. Mi kiezen je aroko. En op het moment dat ik vind dat je bepaalde staan, nooit heb in aroko moro. Dan moet ik bedanken. Okay, je begrijpt toch? Ik ben politieofficier. Ik heb jongere politiemannen. Maar ik moet vormen. Aan de andere kant, ik kies aroko. En te iloba aroko. Doe je er ook aan de andere kant alles aan om die omstandigheden te creëren.
af te dwingen dat je dat werk wel naar behoren kan blijven doen. Dat is de andere kant van de medaille. Mm-hmm. Ja, toch? Ja, dus nogmaals, Cliff. Overige besluiten van het bondsbestuur, daar kom ik niet aan. Op dit moment geldt dat KPS komt langzaam aan weer in de lift. Nono de Navi, zo'n nieuw minister Hugo Poti, is een minister dat hij ook toen hij kies boni, fa een nieuw minister dat hij ook draait aan departement op een juiste wijze. Dat is Remus Gwe. Dat blijft gewoon de kant toch niet, brada. Dat is Napur Broeko, hè, Broeko. Dat blijft voor aan de gang, mijn broer. Dus daarom zeg ik, laat deze man, met hem aan het doen zijn. Het probleem moet op een andere vlak gezocht worden. De oplossing moet op een andere vlak gezocht worden. Kogo naar apprezi, bij een oplossing moet komen. Dat moet doen. En dat na apprezi dat hij na? Zo zijn ik. En waar is dat? In ieder geval. Daarvoor is het bondsbestuurder, daarvoor is de korpsleidinger, daarvoor is diezelfde minister er ook, die in conclave met elkaar moeten gaan en ervoor moeten zorgen dat al die organisaties vallen onder het ministerie van Justitie en Politie, dat ze correct kunnen fungeren. Oké, okay. Dus eigenlijk, als ik je goed begrijp, Kensi, en mensen nemen me niet kwalijk, Kensi zeg, want de man is een hoge politieman, maar dat kan natuurlijk weer doen en... Ik heb toestemming gevraagd aan hem en hij zegt, doe maar. Als we eigenlijk vooruit mogen lopen op zaken, dan... Ben ik kan taki dan a politiebond na verwacht die ALV Tamara, want... A minister, nee, goed, als hij uitagi VP, dan kan die minister, we staan er die achter. En ook al gaan de collega's van ons van de bond in actie, VP, hier ook iets probleem te rekenen naar Kwaku. Hoek Sofie Redmondstraat naar Swartenhovenbrugstraat. Met potwaan scootman draap en regelaar verkeer. Probleem nou de FD Maroof was mana bakasie voor Sofia Slus. Scooten ook de voor ruk uit. Probleem nou de wij kunnen de dienstverlening garanderen. Dat is dus wat je zegt. De discipline bij de politie is geschoeid op militaire lees. Dat Usabi, de jonge scootboy, naar een streepie. Of de jongens, ja, met dat schoolboy, sorry. Want dat bij je maar schooten, net ik heb je boy schooten, dat bij je man. Maar dat je de jongere politiemensen zo over straat ziet, als die komen weg te vallen, zijn het de volgende in affiniteit door naar boven die de jongste worden. Dus die gaan normaal die werkzaamheden van die manschappen moeten gaan uitvoeren. Zo simpel is dat. Er zijn altijd jongsten, er zijn altijd oudsten. Wat belang is dat de basispolitiezorg, die burger moet zich veilig voelen. Daar gaat het om. Johan, dus mij die Jerry, ja, te melkoe de reacties, joh. Mika, stel me voor, omdat hij des mannen de in Asuzu zang... Zou onderling gescoten zijn met dat moment die zie. Ja. We zijn onder enorme druk, mijn broer. Ik kan me voorstellen. We zijn onder enorme druk. We hebben niet tegen die voorzitter van de Surinaamse politiebond. We zullen trachten de man verder te vormen. We hebben niet tegen de jongeren... Die in rang misschien hoger zitten. We zullen ons misschien nog verder moeten gaan beijveren. Ja, voorzitter, ik bel me. Hou je van, Kensi. Kensi, hou je van. Ja. Voorzitter Atom Pai, goedemiddag. Even hoor. Een gesprek verbreekt. Om even kijken. Laat me met u af, want dan maak ik contact met hem. Ai, ga je gang. Mister, ga je gang. Je kunt afronden, ga je gang. Had je tegen mij? Ja, ga je gang. Ja. We zullen proberen om... Misschien hebben wij ouderen gefaald.
om deze mensen behoorlijk te begeleiden binnen die organisatie. Misschien hebben wij gefaald. Ja, misschien moeten we ons harder gaan inzetten. Ja, het zijn jonge, potentiële en intelligente jonge mannen. Ja, maar een bekend adagium. Ja, ze escribe in het tapoe. Sorry, wat spreekt ze escribe in het tapoe? Getuigschrift voor Nationaal Leger. Is kennis is macht. Mentaliteit is meer. Mijn hoop, mijn doe voorstellen voor een soortgelijk spreuk. Moest kunnen dat de getuigschrift voor schoot ook toe. Kennis is macht. Mentaliteit is meer. Is dat goed, hè? Kennis is macht, mijn schrift en mentaliteit is meer. Maar wat wil je me daarmee zeggen? Dus ik laat het over aan de luisteraar om voor zichzelf na te gaan wat ik hiermee heb gezegd. Kennis is macht, mentaliteit is meer. Er hapert iets aan de mentaliteit van het bondsbestuur, aan de leden. Kennis is macht. Je triggerde me, want nu belt meneer Gentle me. Ja, ze zullen allemaal bellen. Even, meneer Gentle, blijft u even, ik maak zo contact met u. Laat me even afronden met meneer Kensmeer. Ja, ik maak zo met u contact met u. Oké, okay, ja, ga je gang, Kensie. Ja, ik denk dat ik het hierbij kan laten. Ja, want wie van of we zijn politieofficieren. En Lim FM of welk ander station is niet de plek om met elkaar in polemiek te treden. Dat is niet goed. Ja, dat is niet goed voor die organisatie. Wat voor ons van belang is, is onze verantwoordelijkheid. Daar gaat het om. Alibi Tranga, meer 4-2, want ik ben auto. Ik heb een auto, ja, ik ben een auto. Ik betaal ook keihard die dure benzine. Als ik in de rij van IBS ga staan en SWM enzovoort. Mies het een streetje toe waar ik zo die bedragen te horen krijg. Nou, ik vertrouw mij paaien met paaien toe. Ja, maar er zijn genoeg wegen die naar Rome leiden. De politieambtenaar is nog steeds een straatonderwijzer. Ja. Ik hoop dat ik een paar goede lessen heb gedraaid. Oké, dankjewel. Hoofdinspecteur, hè? Inspecteur. De andere is zijn hoofdinspecteur. Inspecteur Milton Kensmeer. Dankjewel voor deze reactie. Ja. Dat eigenlijk met Ribe Kong, want dat was de afspraak, maar goed. Oké. Okay. No. Let goed op jezelf. Nou, ja, verplichting als je mij tegen. Oké, dankjewel. Hai. Goed, dat was heel interessant. Ik heb meneer Gentle niet aan die telefoon nog. Meneer Atompai die stuurde me een bericht dat hij wilde reageren. Hallo Cliff. Met wie moet ik praten? Met jou of met de voorzitter? Want die voorzitter zegt dat hij ook wil reageren. Ja, maar ik kan niet met twee mensen praten toch? Nee, meneer, ik heb afgebeld dat ik Atompai aanvullen zo. Oké, okay, je mag dan. Het is wel op de speaker voor op mijn toestel. Met de voorzitter, want die voorzitter zegt dat hij ook wil reageren. Even hoor. Laat de voorzitter reageren, maar ik wil toch wel wat van het aardig. Ga je gang. Luister, terwijl meneer Kessmin is een relatie dat hij niet in de polemiek wil treden en dat het niet goed is voor die organisatie, moeten we toch wel een aantal feiten op tafel zetten. Het probleem van meneer Kessmin is dat hij moeite heeft met jong kader. Dat is een probleem dat overigens in die organisatie al jaren speelt. De mannen zijn in de organisatie gekomen, toch? Ze hebben ervaring, noem maar op. Maar er is altijd moeite met jong kader, universiteitsstudenten en HBO-studenten. Wat er zou gebeuren, want ik heb niet altijd gezegd, hij kwam uit het leger en daar was hij onderofficier, of officier onderofficier, en hij claimde, terwijl er wetgeving was, dat hij in KPS ook officier zou moeten worden. Hij is stad en land afgelopen. President, president Boutersen, die weet ervan, en alle andere ministers die er waren, die weten er ook van. Luister, gewoon taxani, dan wordt taxani. Want dat ding begint nu, de spuigaten uit te lopen. Maar we moeten wel op de bal blijven, hoor. Hij heeft er moeite mee gehad dat
hij bij de opleidingen zat en wij onder zijn leiding zijn gegroeid en doorgegroeid en voorbij zijn gegaan. Maar dat heeft niet aan ons gelegen. Gaat u naar wat de opleiding is, wat het instroomniveau is van de mensen. Wij hadden destijds gezegd van, om te voorkomen dat die organisatie uit zijn voegen raakt, toch, moesten we stuitrangen en stoprangen inlassen en de mensen de gelegenheid geven om, of intern of buiten die organisatie, om te gaan studeren, om in de managementfuncties te gaan zitten. En dat is het hele eieren eten. Het probleem is dat mensen komen bij de politie met een MULO-diploma en de ambitie hebben om te eindigen in de hoogste regionen op managementniveau. Dat is het probleem. Dat is het hele probleem. Je moet je voorstellen, je komt naar binnen als soldaat, in ons geval een politieagent recruit, met een MULO-diploma. En met de tijd groeien, en je groeit en groeit, en die mannen willen in de hoogste regionen belanden wanneer ze 58 en 59 of in elk geval boven de 50 zijn. Maar dat gaat niet zo. Er is wetgeving die zegt dat als je leiding wil geven aan die politieorganisatie, dat ze een bepaalde schoolopleiding moet hebben. En dat is het hele eieren eten. Wat er nu gebeurt, en die informatie heb ik ook, is dat de mensen al geruime tijd vechten voor nog een ster. Ze hebben die eerste ster al gehad. Dus gaat om het maar zo uit te drukken. Die opleiding is niet gekomen door het toedoen van de minister. We zitten al 2 jaar te wachten. Er is geen kaderopleiding gekomen. Er is geen recruiteropleiding mogelijk op gang gekomen. En nu vinden de mensen dat ze nog eens een ster bij moeten krijgen. Maar die opleiding heb je nog niet afgemaakt. En in die beschikking van die eerste ster is aangegeven dat je dus die opleiding moet afmaken. Wat gaat er gebeuren? Zodra je die 3 sterren hebt, dan ga je stuiten. Maar het is geen free for all. Anders kunnen we de tent ook sluiten. Oké, maar als iedereen die ambitie heeft om in de hoogste regionen te komen met een MULO-diploma, nou, dan moet je het zo zien. Iedereen die bij de Hakerenbank komt met een MULO-diploma, die wil straks directeur van de Hakerenbank worden of in het managementteam zitten van de Hakerenbank. Ja, maar nu zegt, en misschien moet ik dat verder doorpraten met de voorzitter. Want nu ga ik je de vragen stellen. Regarderend de dingen die gezegd zijn door meneer. Door jouw collega Kensmil. Komt erop neer, ook al zouden jullie in actie gaan, is er wel een groep die dus bereid is, in staat is om de tent toch wel draaiende te houden? Oké, kijk, laat me je dit ervan zeggen. Elke organisatie, die politieorganisatie, is militaire lees gestoeid. Het is een piramide. Naarmate je hoger gaat in die piramide, zijn er minder mensen. Is toch logisch? De onderlaag, de manschappen, die zijn het meest. En als je dus kijkt naar het aantal manschappen, zitten we volgens mij voor zeker een 80% op manschappen. Als die 80% wegkomt te vallen, gaan die 20% het werk doen, zie je de korps en zijn staf een station bemensen. Zie je meneer Kersmiel een station bemensen. Vraag hem overigens waar hij nu werkt. Hij heeft in de afgelopen 2 jaar gewoon bij het COVID-management gezeten. Heeft hij gewerkt ergens? Is hij in de operatie geweest? Nee. Dus je denkt niet dat deze groep in staat zal zijn om... Laten we zeggen, ook als er 200 mensen zijn, toch? Ook als er 200 mensen zijn die de operatie zouden draaien, 200 landelijk, delen door 10 districten. Kijk hoeveel manschappen je komt, dan zullen we zien of ze 24 uur, 24/7, die dienst kunnen draaien. Oké, goed. Ik praat zo tot de voorzitter. Dankjewel. Alsjeblieft. Dat was dus... En mijn batterij die loopt ook leeg. Meneer Atompay die heeft mij dus eerst gevraagd om te reageren op de op de heer Kensmil. Ivi, je hebt me nodig, no? Want terwijl net dat ik allemaal ifart naar bij swai, ja. Is er iets aan de hand? Nee, sir. Wat zeg je? Oké. En dit is dan nu Atompay die we bellen.
Misschien zegt Atom Pai, nou, Jandali heeft alles gezegd, meneer Limburg. Hallo? Meneer Atom Pai, meneer de voorzitter van de politiebond, Fego. Goed, zoals altijd, helemaal goed. Ja, je zat te luisteren naar meneer Kensmil en geef een moment, ik bel me Samsa. Aman triggeri? Nou, wat trigger me, omdat na lange tijd hoor je weer zulke zaken buiten de wereld van. Dus je schrikt soms wanneer je deze zaken hoort. Maar ben je ook geschrokken als je dus hoort van, ik kan misschien een stok achter de deur hebben als de president niet doet wat ik zeg, dan dat zijn de consequenties voor hem. Maar nu zegt een deel, de officieren die zeggen van president, VP, maken jullie je niet druk. Als er een staking mocht komen, kunnen wij u wel garanderen dat de politie wel gaat werken. Welke deel zegt dat? Wat zei je? Welke deel zegt dat? Welk deel? Mm-hmm. Nou, de mannen die zeggen toch dat ze gaan werken. Dat ze... Welke mannen? Dus ik weet het niet, jullie zijn in die organisatie. U heeft met een politieman gesproken die op eigen titel heeft gesproken. Die man heeft gemachtiging om namens andere mensen te praten. Ik ben gemachtigd, toch, door de verkiezingen, om namens de leden van de Surinaamse politiebond te praten. Wanneer ik praat, dan kan ik praten voor de politieleden. En die andere man niet. Die man praat op eigen titel, op zijn eigen beschikking. Of zijn eigen resolutie die hij dankzij dit bestuur een van deze dagen zal ontvangen. Maar niet op. Hij praat op eigen titel hoor. Ja, maar hij is ontvangen door de VP en je kan dat wel zeggen. Maar dan, hoe reageer je dan daarop? De VP praat met ieder, mag met ieder praten. En als je zo namens andere mensen kon praten, zou je toch niet 11% van de stemmen krijgen. Er is precies een jaar terug geworden verkiezingen gehouden. Die man niet. Die man was kandidaat. Die procent, precies 11% van de stemmen gehaald. Niet meer dan 15%. Dus het verbaast je wanneer deze mensen nu dan nog een stem denken te hebben. Ik zou gewoon rustig zijn. En laten voor de mensen die 70% van het electoraat achter ze hebben. Ik ben met 70% van alle politieambtenaren gekozen als bondsvoorzitter. Alle andere groepen samen hadden deze de helft. Waarover praat men niet? Oké, hij zegt ook, die ALV, daar waren er maar 80 mensen. En dit soort zwaarwichtig besluit, die laat je niet nemen door mensen die dus op een bepaald niveau werken. Het zijn recruten die dus overwegend daar zaten. Klopt dat? Waarom moeten mensen naar school gaan? Ziet u wat belangrijk? Om tenminste een bepaalde scholing te hebben. Begrijpt u? Al is het maar een mulo. Maar ik bedoel van, als je een beetje van het grijs ding in je hoofd hebt, hoe durf je zo te praten? Dat is gewoon, hij geeft zichzelf een brevet van ongeschiktheid. Want de statuten zijn duidelijk. Zodra je quorum hebt en je neemt een besluit, geldt het voor aan ieder. Als de NDP-vergaderzaal verlaat en de coalitie neemt een beslissing, geldt het niet voor NDP? Dat zijn zaken die mensen moeten begrijpen. En eigenlijk, ik schaam me dood wanneer mensen uit mijn eigen organisatie deze zaken deze uitspraken publiekelijk doen. Het hoort niet zo. Als je niet weet, blijf rustig thuis. Nog wat tak sani. Je is goed te zijn. Oké, maar wacht even. Durf je te zeggen, voorzitter politiebond, dat mocht het zijn dat jullie in actie gaan. En natuurlijk, ik zit niet te wachten op een actie, want misschien kunnen we dat voorkomen. Maar net wat je zei in het interview met mij gisteravond, dat is de president die dus moet kijken wat hij doet met de stukken die bij hem liggen. Maar zeg je tegen ons en de luisteraars en al de mensen die kijken en luisteren van, meneer Cliff, ik kan je vertellen, als wij in actie gaan, dan zijn we in actie. Kensmil, Norma die in staat om toch de politiediensten samen met de anderen te kunnen garanderen. Durft u dat te zeggen? Die man was op een lijst en was niet in staat 20% van de mensen heimelijk achter zich te hebben. Er waren geheime verkiezingen toch? Dan nog Amano Tendoro 20%. 20 juni 2021 waren we al over straat.
je had gezien wat het was, toch? Maar vanuit de politievakbond hebben we een eigen verantwoordelijkheid. Begrijpt u? Wij zitten niet te vechten om in actie te gaan. En wij zitten ook niet te wachten op een krachtmeting met mensen die dat willen doen. Als mensen een krachtmeting willen doen, laten ze op de ALV komen nog. Laten ze iets in stemming brengen dat wij fixen, dat het wordt afgekeurd. Maar als wij in actie zouden gaan, dan is alles lam, plat. Dan zou je misschien van die 3000, misschien 200 mensen hebben die zouden werken, landelijk. En dat is na lange tijd niet voldoende, maar we zitten niet te wachten om in actie te gaan. En we hebben een heel goed gesprek vandaag met de president gehad. Morgenochtend gaan we weer door voor de ALV. Wordt de president heeft jullie uitgenodigd? Ja, vandaag hebben we met de president gesproken. Dat is omdat dit is op het bordje van de president. De eisen hebben we gestuurd voor de president, begrijpt u? En ja. We hebben een heel goed gesprek met de president. Wat moet ik onder goed verstaan? Nou, want jullie hebben het is niet ver van wat de politiemannen willen. Jullie hebben geëist, de minister moet weg. En als u zegt, het is een goed gesprek met de president, heeft hij dan gezegd van jongens, maak jullie niet druk. Hij gaat weg. Luister, we hebben gezegd. Wij zeggen het vertrouwen op in de minister. Het vertrouwen in iemand opzeggen betekent, je hebt geen vertrouwen meer dat zo iemand iets kan betekenen. Ja. En de president die kwam met, en dan als dat is, daar heb je twee kanten. Men kan proberen om het vertrouwen te herstellen. Ja. Men zegt van oké, we gaan het niet herstellen, we gaan een andere pad bewandelen. Mm-hmm. Er zijn voorstellen gedaan, die gaan we nog verder uitwerken. En die moet ik morgen voorleggen aan de ALV. En wat houden die voorstellen allemaal in? Geef ons een indicatie. Ik kan die niet met je bespreken. Anders word ik straks ook afgewezen door de ALV of die andere man. Maar je triggert me, ik ben wel. Maar ja, oké. Okay. Maar houden die voorstellen in dat de minister niet hoeft te gaan? Anyway, die voorstellen, als je mij vraagt, zijn het bevredigende voorstellen voor de vakbond. Nogmaals? Bevredigende voorstellen voor de vakbond. En die hoort die krijg je morgen naar de ALV. En de ALV moet zich nog hierover... Ja, maar als je tegen me zegt bevredigende voorstellen voor de vakbond, dan trek ik dan de conclusie dat de minister toch gaat, want het vertrouwen is opgezegd. Dat, ja, toch? We gaan naar Torieta gaan. Luister, ik heb gezegd, het zijn bevredigende voorstellen. Er zijn ook protocollen waaraan ik mij als bondsvoorzitter moet houden. Anders heb ik straks 70% niet meer, heb ik ook 11% of 12% als die andere man. Ja. En dat wil ik niet. Ja, anders gezegd, als jij dus amoxie was op dit moment, zou je toch rustiger een middag siesta kunnen doen. Als ik die man was, was ik al lang weg van die stoel. Ja, maar als if je bij de amoxie zou nu luisteren naar Bakanatori en je zou horen van er is een goed gesprek geweest met de president, zou je dan rustiger zijn? Zou je dan rustiger zijn? Mensen verschillen toch. Bepaalde maar wie zie ik ons allemaal door en maar gaan maar naar Spanje. Bepaalde maar voor na maar verdraagt hij niet meer. Maar als ik in iemand zijn plaats zou zijn, zou ik het niet accepteren. Zou ik de eer aan mezelf houden, allang ook. En vooral vandaag nog na dit. Ja. Oké, maar nu gaat het niet eens meer om hem. Want jullie zeggen, jullie hebben een goed gesprek gehad met de president. En dat is ook goed voor ons, want wij als samenleving hebben er ook baat bij dat er rust is in het politieapparaat, toch? De politiebond ook, mijn persoon ook. Ja, toch? Daar heb je wel gelijk. Dus als het... Oké, ik krijg ook de informatie dat de VP gezegd zou hebben vanmiddag om 12 uur dat de minister nergens gaat. Maar dat heb ik zelf niet gehoord, dus... Ik heb niet met de VP gesproken, hoor. We hebben ook geen brief geschreven naar de VP gestuurd. Dus ik weet niet op basis van welke standpunt de VP praat. Begrijpt u? Oké, okay, goed. Misschien reageert hij vanuit zaken die hij verlezen op wel een nieuwsite dan ook. Maar wij hebben een officieel schrijven gestuurd naar de VP, naar de president. We komen later ook met een perscommunicatie uit. En morgen de vergadering, na de vergadering ook een persconferentie om de samenleving goed te informeren. En om de samenleving ook op het hart te drukken om zich rustig te houden, niet in paniek te raken. Dat wij onze verantwoordelijkheden kennen en ook die
goed zullen uitvoeren. Omdat we ook mensen in de samenleving hebben. En de samenleving ook op ons rekent, begrijpt u. En daarvoor hebben we geen politieman die met een titulaire bevordering inspecteur speelt. Om te weten wat, wat onze verantwoordelijkheden zijn. Daarvoor hebben we die mensen niet nodig. Wanneer gaan jullie naar de president morgenochtend? Ja, dus tussen nu en die vergadering zijn we in contact met de president, ook met meneer Ramdi. De... En overigens, laat me even anders omschakelen. Laat me u duidelijk maken wat het punt is van de mensen die zich officieren noemen. Laat me de samenleving uitleggen. Deze mensen waren onder inspecteur, begrijpt u? Maar als vakbondsman toen hebben we gezegd van het kan niet dat die mannen zo lang in een rang lopen. Want die inspecteuropleiding komt niet. Toch? Toen hebben we gezegd van bevorder deze mensen alvast. En dan door die opleiding straks. Dus dankzij het bondbestuur zijn de mensen nu bijvoorbeeld inspecteur derde klasse. En je kan zeggen dankzij, je kan zeggen van ja, maar dat is jouw werk. Dat is ons werkje. Maar voorheen waren er toch andere bondsbesturen. Ze hebben het niet gedaan. En nu, die ene goede man, die wil elke maand een bijzondere bevordering. En dat kan niet toch? Je moet je na de verkiezing was hij rustig en nu wilt je weer een andere bijzondere bevordering. En hij gaat met de VP praten zonder een machtiging van iemand. Ik denk dat aan de ene kant moet een woord als commissaris maken, dat heel ding afgelopen. Dus nu probeert hij weer een andere bijzondere bevordering te forceren. Zonder inspecteuropleiding, zonder externe opleiding. Dat werkt toch niet zo? Je bent in een oliebedrijf, je hebt een lagere schooldiploma en je vindt dat je de CEO moet zijn. Je hebt geen interne, je hebt geen externe opleiding. Dat werkt niet zo. En als die man vindt dat je een stem heeft, je zit in de organisatie, kom dan op de ALV. En men is toen gegaan naar de korpsleiding met valse voorwenselen om die bevordering door te drukken. En toen hebben we samen weer naar die stukken gekeken en gezegd van nee, deze mensen hebben een bijzondere bevordering gekregen in 2020. Met duidelijk omschreven dat ze niet verder bevorderd kunnen worden. Als ze die inspecteur of hij niet volgt, kunnen ze niet verder bevorderd worden. En daarmee zijn ze nu bezig. En voor zijn opleiding dat willen ze wil je weer een andere bijzondere bevordering. En dan krijg je wel een paar mensen achter zich ja, die waarmee je kan overtuigen dat ze weer afspraak maken op een bevordering. Maar een bevordering is gebeurd op basis van de wet. En ik zeg dan, man, geef me de wetgeving waarop je een bijzondere bevordering moet krijgen. Die kan niet, die tent van die is zoveel jaren achter. Je hebt zoveel jaren voor de verkeerde bestuurders gekozen bij de bond. En nu er goede, nieuwe, jonge bestuurders zijn buiten jouw wil om, wil je komen zeggen dat men alles moet gaan herstellen van 100 jaar terug. Dat kan niet. Tot slot, heeft meneer Kensbeel wel een heel mooi ding gezegd. Bent u het met me eens? Hij zegt, kennis is macht, maar mentaliteit is meer. Trons, je hebt zelf geluisterd. Luister, hij is de laatste persoon die over mentaliteit moet praten. Ja, maar laten we niet echt over hem praten. Want dit is eigenlijk een levensles eigenlijk, hè? Luister, Limbo. Laat me dat ding goed stellen. Mensen moeten weten waarover men praat. En mensen moeten durven om te praten en niet insinueren. Begrijpt u? Ik kan, wanneer ik over kennis praat, ik praat over de drie K's. Kennis, kunde, attitude. Over die drie zaken moet je beschikken om goed door te kunnen groeien. Het kan niet zo zijn dat 70% kiest voor mensen die drie K's niet hebben. En weer voor de mensen kiezen. En weer voor de mensen zullen kiezen. Dus wanneer mensen over dingen praten, moeten ze echt een spiegel voor hun horen en kijken waarover ze praten. En we moeten niet doen alsof we in Israël wonen. We weten allemaal waarvan mensen betichtig worden van dit, van dat. En wij zijn, we hebben niet zoveel dienstjaren, maar we kunnen wel zeggen van kijk, dit heb ik gedaan, dit hebben we gedaan. De politie verdient was toch de slechts betaalde ambtenaren in Suriname. Nu zijn wij toch de best betaalde ambtenaren dankzij vernieuwingsbeweging. Politieambtenaren waren toch slaven.
moest dat ook 3-4 diensten in één dag doen. Nu hebben ze een menselijke rooster, dankzij vernieuwingsbeweging. Je had vroeger alleen maar oude mannen met knopen en sterren. Nu zoals zoveel jonge mensen met knopen en sterren, dankzij de vernieuwingsbeweging. En zelfs de mensen die nu zoveel te klagen hebben, zijn zo oneerlijk om niet voor de spiegel te staan en te zeggen dankjewel voor de vernieuwingsbeweging. Want als u er niet was, dan was ik nu nog met 4 strepen of nog met 3 knopen. Dat zelf zo oneerlijk vind ik. Ze zijn niet eens eerlijk tegen zichzelf. Oké, belangrijk is, morgen vindt de oplossing plaats bij de president. Dus laten we ons daarop concentreren. En we hopen dat Junanga Kansi binnen... Hebben jullie ook zo een zaal zoals de militaire vos hadden en zo? Jullie doen dat bij de politieacademie, toch? Daar dat Oesdong, Dringwan Biri, Takip Tjun zo over. Nee, no, maar Dring Biri en Alamair, maar we zien hier niet meer grap. Ja. Ik hoop dat... Wie is de man op haar niet met paarden, maar ik probeer boven partijen te staan. Ja. Maar als men daar dingen zegt, dan moet ik die dingen ontkrachten. En net als die andere man die dag in een videoprogramma is te komen, zeg, heb ik een mooi netjes gezet waar hij moest zijn. Begrijp je? Ja. En daarna voor praten, dat praten we. Ja, in elk geval, morgen is een belangrijk moment. We kijken uit naar het resultaat van... sorry hoor. Het gesprek met het staatshoofd, hopelijk... hoeft het niet zo ver te komen dat de politie in actie gaat. Want wij als burgers willen vrij slapen. Weten dat... We zijn ook burgers, hoor, Limo. Dat jullie over ons waken. Ja, toch? Abon, dankjewel. Veel succes. De voorzitter van de SPB, de...